Het is aan de binnenzijde nog altijd Darwin Boko, buitenzijde Ella Genie. En daarachter is het dan op de derde plaats, ook aan de binnenzijde, Serene Promise. We komen in de laatste rechte lijn. Het was een hard gevecht, het is nog altijd een hard gevecht. Maar wie trekt er dan meestal aan het langste eind? Fred Handelaar, en dat is dan ook vandaag weer aan de orde. Ella Genie de winnaar, tweede de vijf Darwin Boko, derde de zeven Serene Promise voor de twee Chiquita GS. Daar zijn de winnaars van de zesde koers. Ella Genie wacht uiteraard even op bevestiging van boven. Ella Genie, vijf jaar deze Bruine Mary, Virgil Boko, Rosalind Pride, gefokt door een bezit van de heer Wiersma. Paard wordt getraind door Bas Krebas en voortreffelijk gereden uiteraard door Fred Handelaar. Eigenaar Wiersma is naar de baan van Alkmaar gekomen om zijn Mary hier te zien winnen. Heel kort Fred en dan mag ze voorrijden. Vergis me daar misschien in. Ik dacht altijd dat ze sneller van start was. Maar is dat wel aan de orde? Kort foutje voor de start met haar. Maar achteraf pakte het heel best uit. Van anders ga ik misschien mee om de kop. En nou kreeg ik de rug van een dode spoorpaard. Dus uiteindelijk was dat nog een mooie meevaller. Dan was dat wat jou de winst bracht, Fred. Je gaat lekker je ereronde maken. Ella Genie. Paard dat inmiddels voor de zesde keer wint uit 36 starts. Dat is een prima gemiddelde. Geef haar een applaus. Ella Genie, Fred Handelaar. Nog 50 meter. Start valt. Begin met een galoppade. Onstuimig voor Dutch Buitenzorg. Die valt daardoor terug naar de achterhoede. Paard dat altijd langzaam start is de 7. En dat is Serene Promise. Uitgeschakeld paard nummer 1. Die moet dan hopen dat er op een gegeven moment een moment vooraan komt. Dat ze de aansluiting kan vinden. Vooraan gaat in ieder geval Theo de Venter er vandoor met Arvid Boko. Schitterende start voor Darwin Boko al op de tweede plaats. En achter Darwin Boko hebben we dan in derde stelling aan de buitenzijde Ella Genie. En dat is doorgaans niet een parcours waar Ella Genie vaak op, goed op doorloopt. Maar misschien dat dat vandaag anders kan zijn. We gaan in ieder geval op weg naar de volgende bocht. En daar komt Darwin Boko de leiding zo dadelijk mogelijkerwijs overnemen van Arvid Boko. De vraag is even of dat gaat gebeuren. Theo de Vente heeft er aardig de handen vol aan. En nu zit Fred Handelaar alsnog in een zetel achter Ella Genie. Achter deze paarden aan de binnenzijde Chiquita GS. Dan Zep Legum. Aansluiting is er voor Cause I Do. En achter Cause I Do langzaam maar zeker op weg naar aansluiting. Paard nummer 7, Serene Promise. Goed, langs de rechter twee volledige rondes te gaan met aan de kop van het veld Arvid Boko. Arvid Boko drukt het tempo, buitenzijde Darwin Boko en aan de binnenzijde Chiquita GS. Ella Genie in een goede uitgangspositie met aan de binnenzijde dan Zep de Legum, tweede spoor daarnaast. Is het Cause I Do en daar is dan de aansluiting voor paard nummer 7, Serene Promise. Deelnemers gaan af op eindoverzijde met nog altijd dezelfde koploper Arvid Boko. Drie kwart lengte voorsprong op Darwin Boko. Binnenzijde Chiquita GS, tweede spoor, goed geplaatst Ella Genie. Ella Genie wordt gevolgd door Cause I Do en achter Cause I Do is het dan aan de binnenzijde Zep de Legum. En de aansluiting is er daar nu helemaal voor Serene Promise en die heeft dan nog anderhalve ronde om er iets aan te gaan veranderen. Zo komt het veld weer in de rechte lijn voor de tribune. 2-2 en Darwin Boko gaat nu even ernst van de zaak maken. Zet de koploper onder zware druk en neemt bij het ingaan van de laatste ronde drie kwart lengte voorsprong. Maar drie kwart lengte is nog altijd geen hele lengte. En aan de binnenzijde probeert Arvid Boko dat toch tegen te gaan. Ongelukkige koers tot nu toe voor Jaap ter Stal. Maar hij heeft wel een paard dat in staat moet worden geacht om op een of andere manier toch uit de greep te blijven van de concurrentie. Ella Genie echter heeft natuurlijk een geweldige koers op maat gehad en die komt in de achtervolging. En achter deze paarden komt vanuit de start van het veld was een raket naar voren. Ik maakte er al gewacht van Serene Promise. Maar is dit dan ook nog mogelijk? Moet drie lengten toerijden op die twee koppaarden. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Het is aan de binnenzijde nog altijd Darwin Boko. Buitenzijde Ella Genie. En daarachter is het dan op de derde plaats ook aan de binnenzijde Serene Promise. We komen in de laatste rechte lijn. Het was een hard gevecht. Het is nog altijd een hard gevecht. Maar wie trekt er dan meestal aan het langste eind? Fred Handelaar. En dat is dan ook vandaag weer aan de orde. Ella Genie de winnaar. Tweede de vijf Darwin
Simon Boko, derde de 7, Serene Promise voor de 2, Chiquita Geus.